We zijn op dit moment bij het groepagepunt Land in Soesterberg. En dat is een onderdeel van het materieel logistiek commando. En hier komen alle spullen vanuit onze magazijnen bij elkaar. Die worden hier verpakt en verscheept naar de eenheden die ze nodig hebben. In verband met Oekraïne, dat we allemaal op het nieuws kunnen zien ook, heeft de NAVO een hogere staat van paraatheid afgekondigd. En dat betekent voor ons dat wij een kortere reactietijd krijgen. En die kortere reactietijd die uitzicht in heel snel en heel zorgvuldig onze containers volstoppen met materieel wat we nodig hebben. En wat daarin zit, op deze plaatsen, dat zijn met name reservedelen. Je kunt je voorstellen dat die voertuigen, evenals onze eigen voertuigen hier in Nederland, wel eens kapot gaan. Die moeten gerepareerd worden. En daar heb je dan alles voor nodig om ze ter plekke te repareren, zodat ze weer verder kunnen. Dat zit hierin. Zo worden er op andere plekken de munitie verzameld, of de brandstof, of de klasse 1, dat is het eten en drinken. Op allerlei plekken worden die spullen verzameld, zodat de eenheden die ervan zijn, die op tijd hebben. Wij zijn altijd bezig met de missies die we overal in de wereld hebben te ondersteunen, vanaf hier. Alleen nu gebeurt dat in een wat grotere mate. Dus dat betekent dat voor onze mensen alle zeilen bijgezet moeten worden. En het Matlokko heeft met name niet-militair personeel, waarvan wel eens gezegd wordt van, zijn die dan ook zo betrokken? Nou, daarvan kan ik u zeggen, die zijn ontzettend betrokken. En die kunt u dag of nacht wakker maken om hier te komen helpen. En dat doen ze met liefde en plezier.